In dit voorbeeld van Magix Video Deluxe wil ik u laten zien dat je behalve videobeelden ook foto's met elkaar kunt mixen. Daarbij wil ik ook laten zien wat het gebruik is van de intelligente muismodus. Daarmee kun je snel en eenvoudig grote stukken film of foto's over de tijdlijn verplaatsen. We gaan eerst even beginnen met wat opnames. Onder de knop Takes ga ik op zoek naar een paar geschikte beelden die ik kan gebruiken in dit voorbeeld. Ik kies ervoor voor deze drie opnames. Die sleep ik op de tijdlijn. Zo, keurig. Even kijken of het ook inderdaad bewegende beelden zijn. Dat lijkt me duidelijk. Rechtsonder in beeld ga ik met de min-toets eventjes de tijdlijn wat overzichtelijker maken. En nu ga ik kijken bij afbeeldingen. Nu gaan we een aantal foto's pakken. Die ik dus wil gaan mixen met de videobeelden. En zet die hier achteraan. Zo'n foto pak ik beet. En die kan ik aansluiten bij het videobeeld. Door op het puntje onderin te gaan staan, breng ik de foto op lengte. Hoe langer u het fragment uittrekt, hoe langer het plaatje in beeld staat. We gaan even kijken wat het nu geworden is. We hebben bewegende beelden. En die gaat keurig over in een stilstaand plaatje. Als ik die beelden nu in elkaar druk, zoals hier, heb ik dus een overvloei gemaakt van een bewegend beeld naar een stilstaande foto. Dat gaat uitstekend. Die ga ik combineren met een beeldovergang. We klikken er even een aan. Nou, deze lijkt me uitstekend. Die pak ik beet en die gooi ik op dat kruisje. En dan zullen we zien dat de bewegende beelden met een overgang overgaan in een foto. Dat gaat prima. Deze foto's al hier wil ik ook aansluiten. En die kan ik natuurlijk per stuk heen en weer gaan trekken over de tijdlijn. Dat is niet de bedoeling. Dan zit de knop hier, de intelligente muismodus. Dat wil zeggen, alles wat zich nu rechts bevindt van mijn eerste plaatje wat ik aanklik, wordt automatisch meegenomen. Is dus magnetisch. Als ik terug ga naar object, heb ik weer de keuze om ze per stuk te gaan gebruiken. En die intelligente muismodus is een ideale tool om te gebruiken als u veel moet schuiven met beelden. Standaard staat hij op object, maar wilt u in één keer meerdere fragmenten of foto's verschuiven, kiest u voor intelligente muismodus. Zo kan het ook. Succes ermee!